Bij het Sint-Leonardus-gilde in Beek en Donk werd vrijdag 4 november de patroondag gehouden. Deze stond in het teken van het 600-jarige jubileum. Bij diverse locaties werd de Vendelgroet gebracht, zoals bij de Oro en het Doris van den Elzenhof. Op een zonnige vrijdagmorgen staan we voor het gemeentehuis van Laarbeek. En niet zomaar. Ik sta hier bij Geert-Jan van Rijkstoel. Geert-Jan, vertel eens, waarom zijn we eigenlijk hier? We zijn hier vandaag op 4 november omdat wij nu de teerdag vieren. Maar de teerdag die hangt eigenlijk samen met onze patroonsdag van Leonardus. En die is 6 november. Hè, dat is de sterfdag van Leonardus. En dan hebben we altijd patroondag en we koppelen daar de teerdag aan vast. Maar goed, een bezoek aan het gemeentehuis op een zondag, hè, 6 november, lukt niet. Dus dan, als het in het weekend valt, dan schuiven wij de teerdag, onze teerdag, vaak naar de dag ervoor, of vrijdag of op maandag. Jullie hebben een prachtige Vendelgroet voor het kerkelijk en het overheidsgezag, heet dat geloof ik, hè? Weerlijk gezag. Ja, weerlijk gezag. Een prachtige Vendelgroet gebracht. Het is altijd een kleurrijk gebeuren als jullie helemaal in vol ornaat met alles erop en eraan acte de présence geven. En ja, ik denk dat er heel veel mensen in Laarbeek ook van genieten. Wat zijn de plannen vandaag voor nog? Hoe zit het programma eigenlijk in elkaar, Geert-Jan? Nou, wij beginnen in de ochtend. Plus minuut half 10 bijeenkomst. Dan hebben we om 10 uur gaan we in onze kapel, onze Leonarduskapel bij de Goorloop. Daar hebben we een korte gebedsdienst. Door Franklin wordt dat gedaan. Fijn dat ik jullie zie, want het is heel lang geleden en soms vergeet ik het ook helemaal. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wij gaan ja, eigenlijk standaard altijd naar de Lage Hees, naar Oro. Want dat was vroeger de klooster, hè? Leonardus klooster was daar. Dus daar houden we trouw aan. Kan ook ooit in de werf, hebben we vaak geweest. En in de Koppelstraat zijn we al een keer geweest. En nu gaan we naar het gemeentehuis. Ja, we hebben eerst de eed van trouw gedaan, dat doen we altijd. Dat is de lokale burgemeester op dit moment. Die wordt even overvendeld en daarna hebben we de Vendelgroet. En daarna gaan wij schieten, handboog schieten. Nee, oh. 2 jaar geleden. Ja, goed zo. Goed zo, goed zo. Ja, we zijn op de hoogte wat jullie vandaag gaan doen. En we gaan zo dadelijk even in het gemeentehuis terug. Want daar krijgen we nog een drankje aangeboden van het gemeentebestuur, dacht ik. Dus daar slaan we toch niet af, Geert Jan? Nou, dat is brandewijn, hè? Dus, daar beginnen we mee. Ja, brandewijn. Nou, daar zijn we, de cameraman en ik, ook liefhebber van. Dus wij sluiten aan. Tot zover de reportage vanaf het gemeentehuis in Laarbeek. Vanwege Sint-Leonardus, zijn patroonsdag. Op jullie jubileumjaar en op jullie komst. Proost.